Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt eigenlijk iets van een front boven Nederland. En dat front, dat zwabbert een beetje. Dat ligt ook min of meer stationair. Soms zit je aan de goede kant en is het eventjes wat helderder. Zoals we op de satellietfoto ook zien in het noordwesten van het land. Maar meestal hebben we dus te maken met bewolking over ons land. Nou, die wolken die houden we vanavond in het midden en vooral in het zuiden nog wel vast. In het noorden klaart het wat meer op en daar daalt de temperatuur ook vrij vlot. En met name in het noordoosten kan ook een mistbank ontstaan. Die houdt het vannacht nog wel eventjes vol met minimumtemperaturen daar van een graad of 8. In het midden en zuiden is het bewolkt, veel zachter. Er kan ook een spat motregen vallen. Aan het eind van de nacht begint in het noorden de bewolking ook weer toe te nemen en zal die mistbank wel gaan verdwijnen. Morgen overdag dan wolkenvelden in het noorden, maar overwegend droog weer. In het midden en zuiden ook die wolken met hier en daar een spatje lichte regen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden, maar gedurende de dag kan er af en toe dus wat lichte neerslag vallen. Koud is het allerminst, het wordt 15 tot 17 graden bij een overwegend matige wind uit het westen. Af en toe in de kustgebieden wat meer wind. Nou, dat zachte weer dat gaan we kwijtraken, want vrijdag draait de wind naar noordwesten en wordt al wat minder zachte lucht aangevoerd. En in het weekeinde wordt de lucht stap voor stap steeds frisser. Vrijdag 13 of 14 graden, zondag doen we het met een graad of 11. Daarbij het weerbeeld, vrijdag zon en een enkele bui, zaterdag wat druilerig, zondag weer meer buien en zondag vooral ook duidelijk meer wind. Nou, wat gaat er dan de dagen daarna gebeuren? Eigenlijk zien we dat het voorzichtig dus eventjes wat kouder wordt in de loop van zondag en maandag. Daarna lijkt de temperatuur weer iets op te lopen, maar blijft in elk geval met de maximumtemperatuur wel onder de 15 graden. Echt lage temperaturen zitten er voorlopig nog niet aan te komen. De minimumtemperaturen dicht in de buurt van het nulpunt. Ja, daar komen we echt de komende 15 dagen nog nauwelijks in de buurt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.